Je kijkt naar het weerjournaal van weerplaza. Het trekken sluierwolken over ons land, maar die sluierwolken zijn meestal zo dun dat de zon er makkelijk doorheen schijnt. Betekent dat het weer er dus prachtig uitziet vanochtend met zonnige perioden en temperaturen die oplopen naar 12 tot 14 graden. De meeste sluierwolken treffen we in het noordoosten van het land aan, ook vanmiddag, maar het blijft gewoon droog. En vanmiddag halen we temperaturen van 19 of 20 graden. Daarbij waait de wind matig uit een oostelijke richting, kracht 3 tot 4. Ook vanavond is het nog rustig met flinke opklaringen, helder weer vaak en temperaturen die langer rond de graad of 15 blijven liggen. Komende nacht zakt het kwik wel weer tot onder de 10 graden en morgen herhaalt het weer zich dan een klein beetje ten opzichte van vandaag. De meeste plaatsen schijnt de zon, in het noordoosten kan een enkele bui vallen en komt dus ook wat meer bewolking voor. Temperaturen zo 17 tot 20 graden. En dan de dagen die volgen. Zaterdag begint nog met zonneschijn, maar in de loop van de dag neemt de kans op buien toe. Misschien zelfs met onweer. Het is wel vrij zacht, met temperaturen boven de 20 graden. Vanaf zondag wisselvallige condities. Het wordt dan geen 20 graden meer. En regelmatig vallen de buien de meeste neerslag overigens pas op maandag. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.